De wereldtitel was het doel voor Oranje onder 17 in Brazilië. Maar na de verloren strafschoppenserie tegen Mexico in de halve finale zit dat er niet meer in. Brons is het hoogst haalbare en in de troostfinale begint het goed. Mo Tabuni schiet Nederland op 1-0. Na een mooie paas van Kenneth Taylor maakt de speler van AZ het mooi af. Wippertje over Lima Semedo. Maar vanaf dat moment is het Frankrijk dat de regie in handen neemt. Via Kalimuendo Muenga, spits van Paris Saint-Germain, wordt het 1-1. Dan de tweede helft. Vrije trap voor Nederland. Een variant. Taylor mist. Dan probeert Maarten het van afstand. En dan de omschakeling bij Frankrijk. Met 4-5 spelers komen ze eruit. En het ligt helemaal open achterin bij Nederland. Ratsi kopt de bal weg. Nog steeds geen verdedigers van Nederland. Wel aanvallers van Frankrijk. Onder andere Kalimuendo Muenga met zijn tweede van de wedstrijd. 2-1 voor Frankrijk. En dan loopt de ballon van Nederland langzaam leeg. Aouchiche met het schot. Ratsi via de lat. En dan Kalimuengo voor zijn hattrick. Frankrijk wint met 3-1 en pakt het brons. En Nederland eindigt teleurstellend als vierde.